Dan noem ik u tarief 7, dat is een van de hoogste. Bijvoorbeeld als u verliest van beide oren. Nou, daarvoor krijgt u dan 8000 euro. Waarom willen slachtoffers een dader in de ogen kunnen kijken? De Universiteit van Nederland presenteert criminoloog professor Dr. Jan van Dijk. Het eerste plaatje wat u te zien krijgt, dat zult u waarschijnlijk wel herkennen. Zeker de ouderen onder u. Dit is een foto van de watersnood in Zeeland uit 1953. Dat was nog eens een ramp. Daar zijn bijna 2000 Nederlanders bij omgekomen. En 100.000 Nederlanders hebben haven en goed verloren. Die waren hun woning kwijt. Dan zal u verwachten, nou, dat zal wel geleid hebben tot een enorme campagne om de nazorg voor al deze Nederlanders te regelen. Nou, dan moet ik u teleurstellen. Koningin Juliana is een keer op bezoek geweest en dat was eigenlijk de enige nazorg die er verder voor die mensen geregeld is. De minister van Verkeer en Waterstaat, die eigenlijk verantwoordelijk was voor die ramp, die verklaarde in de Tweede Kamer plechtig: wie kan keren de hand des Heren? Oftewel, de houding was toen, en daar kwam je dus mee weg in de Tweede Kamer, dat dit waarschijnlijk toch gewoon de straf van God was. En de mensen die dat hadden ondergaan, die moesten dat lot gelaten ondergaan. De spreuk daarbij was: niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. Dat was de generieke respons op de watersnoodramp 1953. Helemaal niet zo vreselijk lang geleden. En vergelijkt u dat dan eens met al die activiteiten die er zijn georganiseerd toen er hier op Schiphol een vliegtuig van Turkish Airlines een noodlanding moest maken. Nou, dat was vergeleken bij dit nauwelijks een ramp te noemen. Maar daarbij stonden de psychiaters klaar, Slachtofferhulp Nederland was er. Er is meteen een grote herdenking georganiseerd. Die mensen zijn echt heel strikt opgevangen en begeleid. Dus dan ziet u wat een enorm verschil tussen 53 en nu. In zo'n korte tijd is die respons vanuit de overheid en de maatschappij op slachtoffers toch wel enorm verbeterd. In Nederland zie je dat de benadering aanvankelijk toch heel anders was dan in de Verenigde Staten. In Nederland en ook in andere Europese landen zijn we die slachtofferzorg aanvankelijk helemaal gaan invullen vanuit de gedachte van de verzorgingsstaat. Gewoon een nieuwe cliëntengroep voor de verzorgingsstaat. Dus het eerste wat er gebeurde was dat er blijf van mijn lijfhuizen kwamen. De eerste in Amsterdam, al in 1974. In hetzelfde jaar werd ook door de Nederlandse overheid het Fonds Schadeloosstelling Slachtoffers Geweldmisdrijven ingesteld. En sindsdien kan je dus, als je slachtoffer bent van een ernstig geweldmisdrijf, kan je een tegemoetkoming krijgen van de overheid voor je schade. Voor je materiële schade, maar ook voor de smartengeld. Nou, bij die bedragen moet u zich niet te veel voorstellen. Het blijft natuurlijk een zuinig land, Nederland. Daar is een tarieflijst opgesteld. En dan blijkt, dan noem ik u tarief 7, dat is een van de hoogste. Bijvoorbeeld als u verliest van beide oren. En dan lachen we wat minder. Beschadiging van de inwendige geslachtsorganen bij vrouwen, gepaardgaande met blijvend functieverlies. Nou, daarvoor krijgt u dan 8000 euro van de Nederlandse overheid. Nou, dat is als blijk van erkenning wel degelijk belangrijk voor die mensen, maar het is natuurlijk toch een luttel bedrag. En je kan toch eigenlijk niet denken dat je daarmee voldoende hebt gedaan voor de slachtoffers van misdrijf. En dat dacht men wel toen men dat fonds inrichtte. Toen dacht men, nou, we regelen gewoon een fonds met wat tarieven. En dan kunnen we weer doorgaan met het strafrecht zoals het altijd was.
Dat was toch niet zo, want een heleboel vrijwilligers zijn slachtofferhulp gaan organiseren. En ik zelf was als jonge onderzoeker heel erg doordrongen geraakt van het feit dat er dus echt iets moest gebeuren voor deze groep. En zo werd ik de oprichter en eerste voorzitter van Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp Nederland is nu een organisatie die jaarlijks aan zo'n 150.000 Nederlanders emotionele hulp biedt, maar ook praktische hulp en eenvoudige juridische hulp. Dus dat is een grote organisatie geworden de afgelopen 30 jaar. Er zijn natuurlijk ook slachtoffers die je niet voldoende kan helpen met wat emotionele ondersteuning, die echt psychisch letsel hebben opgelopen. En dat noemen we dan tegenwoordig posttraumatische stresssyndroom, PTSS. PTSS, dat betekent dat je leidt, dat je onderhevig bent aan flashbacks, aan herbelevingen van wat je destijds is overkomen. Ook de emoties die daarbij horen, paniek, wilde paniek, woede, ontzetting, die herleef je weer wanneer die film terugkomt. Nou, dat leidt ertoe dat mensen vaak zich een beetje gaan terugtrekken uit het sociale leven, omdat ze voortdurend herinnerd worden weer aan wat hun ooit is overkomen. Dat syndroom is al lang bekend. Het is bekend bij mensen die in een concentratiekamp hebben gezeten. Het is bekend bij de veteranen die terugkwamen uit Vietnam. In Nederland hebben we tegenwoordig veteranen die terug zijn gekomen uit Afghanistan, uit Bosnië. Veel van die mensen helaas hebben PTSS. Van mensen die een ernstig misdrijf hebben meegemaakt, zeg een verkrachting of een zware mishandeling, daarvan ontwikkelt toch wel ongeveer de helft dit syndroom. En dat is echt een hele zware sociale handicap voor mensen die dat hebben. Je kan er je baan door verliezen, je vriendenkring, je raakt erdoor geïsoleerd. Gelukkig is er sinds een jaar of 10 een effectieve therapie. En dat is niet dat je 10 jaar lang op de divan over je ouders moet praten. Het is echt een kortdurende interventie. En dat heet de Eye Movement Desensitization and Reprocessing Techniek, EMDR. We laten een filmpje zien van een Amerikaanse vrouw die lijdt aan PTSS. Die heeft een heel erg verkeersongeluk meegemaakt. Die had voortdurend paniekaanvallen. Dan zag ze dat weer voor zich op de weg. Ze kon niet meer autorijden en zij ging een EMDR-therapie ondergaan. En dat laat dat filmpje zien. What EMDR seems to do especially well is connect what we know with what we feel. Donna's session will last an hour. As her eyes follow the green lights, she'll also hear a corresponding beep in the headphones. As she follows the lights, Donna is asked to remember the last time she had a panic attack while driving. This is old stuff, Donna. With emotional memories, when they are brought to the surface, the reason they are so painful is because it doesn't feel like they're 5 years ago or 20 years ago. It feels like they're happening right now. And for reasons we don't understand, EMDR makes them feel further away. After an hour, Donna seems much less disturbed. It's really not upsetting at all. I just found it amazing that it was almost like a switch to turn, like if I had something upsetting inside or something that I couldn't release, it was almost like you turn on a switch and then everything comes out and then you switch it back off. Ja, het lijkt bijna too good to be true, maar het is echt heel goed experimenteel onderzocht. 100 mensen EMDR, andere 100 mensen niks of een andere therapie, en dit komt er echt uit als de beste interventie. Ik denk dat wel eens ongeveer 70% van de mensen die EMDR ondergaan, die hebben daarna echt minder last van die symptomen. Dus het is echt, wat mij betreft, voor uzelf of voor uw kennissenkring, als iemand symptomen van PTSS heeft, zou ik zeker aanraden om EMDR te overwegen. Het lijkt kwakzalverij, maar het is bewezen en ik geloof er nu volledig in. Dus dat is goed nieuws. In Amerika heeft men het van meet af aan over een hele andere boeg gegooid. Niet verzekeringstechnische benadering, ook niet zoveel hulpverlening. Daar heeft men vooral gezegd, de dader die moet betalen. We moeten genoegdoening van de dader zien te krijgen.
En dat leidt bijvoorbeeld tot claims voor schadevergoeding tegen de dader. Restitution heet dat in het Amerikaanse recht. U herinnert zich Dominique Strauss-Kahn, die Franse politicus. Die kreeg ook meteen een claim van minstens $1 miljoen aan zijn broek van het slachtoffer van een seksuele aanranding door hem. In de Amerikaanse rechtszaken wordt er echt door het slachtoffer, door de advocaten van de slachtoffer, worden er gigantische bedragen geëist en ook soms wel opgelegd. Het meest typerende voor de Amerikaanse benadering is echter dat men in Amerika vond, het slachtoffer moet toch eigenlijk een plaats krijgen in het strafproces. Wij moeten het slachtoffer aan het woord laten. Het slachtoffer moet kunnen vertellen wat het misdrijf voor het slachtoffer en voor zijn familie heeft betekend. En dan moeten we het slachtoffer ook de gelegenheid bieden om de dader te confronteren. En om tegen de rechter te zeggen, hier is een taakstrafje toch niet op zijn plaats. Men heeft daar aan de slachtoffers al in de jaren 70 spreekrecht gegeven. En om u een indruk te geven hoe dat werkt, laten we een kort filmpje zien van een Amerikaanse vrouw waarvan een van de kleinkinderen vermoord is. En die spreekt dus in de rechtszaal en richt zich daarbij ook heel uitdrukkelijk tot de verdachte, tot de dader. En dus een oma over een vermoord kleinkind. Please look at me, Jared. Yeah. Wow. This is the first time I'm ever able to see your face, and I can't look into your eyes. Maybe for the last time. Do you know what you did to my family on October the 19th of 2007? You took everything, even from all our extended family, grandchildren, uncles, aunts, and even great-grandparents, nephews, and cousins. But worst of all, Samuel, they were twins. They were friends. They were playmates. They had been together since conception. How could you? In Nederland en in Europa ook waren we heel lang een beetje terughoudend over dat Amerikaanse spreekrecht. En velen van ons dachten, wanneer je een slachtoffer zomaar in de rechtszaal aan het woord laat en ze zijn niet goed voorbereid, dan zou dat wel eens kunnen leiden tot hertraumatisering. Je gooit ze eigenlijk in het water. In de huidige tijd denk ik, nu we slachtofferhulp hebben die de mensen begeleidt naar de rechtszaal, ze krijgen ook gratis rechtshulp sinds een paar jaar in Nederland, geloof ik dat we er wel aan toe zijn, ook in Nederland, om inderdaad de slachtoffers in het strafproces spreekrecht te geven. Tot op zekere hoogte mag dat al. Je mag namelijk nu iets vertellen over wat het misdrijf voor impact heeft gehad. Sinds kort wordt er nu ook gesproken over een nieuw wetsvoorstel wat het mogelijk zal maken dat je ook echt volop je tot de rechtbank kan wenden over wat jij vindt, niet alleen wat je hebt meegemaakt, maar ook wat je vindt wat voor straf er zou moeten worden opgelegd. Ik denk inderdaad dat in een huidige maatschappij met mondige burgers wij ook mondige slachtoffers hebben. En dat we inderdaad hun niet het recht kunnen ontnemen als ze dat willen om in de rechtszaal te spreken. Er is nog een andere mogelijkheid om te reageren op slachtofferschap. En dat is dan niet een rol voor de overheid die zich of tot het slachtoffer richt, of de overheid die zich op de dader richt. Maar is natuurlijk ook nog een mogelijke relatie tussen het slachtoffer en de dader, rechtstreeks. En een goed voorbeeld daarvan is de weduwe van Gerrit-Jan Heijn, de vermoorde Gerrit-Jan Heijn, die heeft contact gezocht met de moordenaar Ferdi E. En dat heeft, blijkens haar boek wat zij daarover geschreven heeft, haar geholpen bij de verwerking. Haar zoon is zelfs zover gegaan dat hij verzocht heeft of hij een ontmoeting kon hebben in de gevangenis met Ferdi E. Nou, wat ik daarvan begrepen heb, was dat een moeizaam gesprek. Die Ferdi E. was nou niet echt iemand, volgens mij, om het een beetje cynisch te zeggen, met veel empathie. Dus dat gesprek dat heeft volgens mij ook helemaal niet toegeleid dat Ferdi E.
berouw heeft getoond. Maar toch was die ontmoeting voor die zoon van Hein heel belangrijk. Want die Gerdy heeft hem kunnen vertellen hoe de laatste uren van zijn vader zijn verlopen. En met name kunnen vertellen dat zijn vader had laten blijken dat hij ontzettend trots was op zijn zoon. Dus dat is natuurlijk toch ook een heel waardevol, uniek stukje informatie wat je alleen maar kan krijgen van degene die dan in dit geval je vader heeft vermoord. Dus ik denk dat dader-slachtoffergesprekken ook bij hele zware misdrijven ontzettend belangrijk kunnen zijn. Dat kan wanneer de dader sensitief is en oprecht berouw toont, kan dat ook leiden inderdaad tot vergeving. En dan zijn we dus terug bij het traditionele christelijke slachtofferbeeld. Maar het grote verschil natuurlijk is, het is niet meer een onvoorwaardelijke plicht voor het slachtoffer om vergeving te bieden. Het is een mogelijkheid. De slachtoffer kan in vrijheid kiezen om te kijken of die mogelijkheid erin zit. En als het dan lukt, dan is dat inderdaad een hele mooie afloop. We hebben het nu gehad over wat er tegenwoordig voor slachtoffers mogelijk is. Maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Hoe kan je nu zelf een beetje inschatten wat jouw risico's zijn om zelf slachtoffer van een misdrijf te worden? En wat zou je daaraan kunnen doen? Dat is het onderwerp van het volgende.